er allemaal? Maar hebben jullie geen tekeningen gemaakt, rakkers? Wat vind ik dat nou zonde dat u... Kijk eens. Allemaal tekeningen. Wat is er, lieverd? Wat is het nou, mijn schat? Je staat er zo onhandig. Wat is het, lieverd? Ik moet plassen. Maar lieverd, dan ga je toch lekker naar de plas, geitenbrijster? Daar is de plas, geitenbrijster. Dan ga je even heerlijk plassen. Zo, kom maar. Traantjes alweer droog? Kom maar. Hè? Zo. Dag Harrebar. Dag Ome Willem. Dag gezellig rakker. Hoi. Dag Frankie. Hallo. Dag Harry Banning. Zo rakkers. We gaan er maar eens even. En dan nu. Aan het werk. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens even allemaal, zijn er hier ook meisjes in de zaal? Gezellig meiden. Ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook alle jongens hier? Ah, mannen, mooi hè? Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Ik wou dat ik een ijsje had. Ijs met slagroom, lust en eerlijkheid. Zalig! Snap het al, daar smul je van. Lust jij ook wel bloemkool dan? Met een schoentje, met een schoentje. Met een schoentje. Met een schoentje. Bloemkool is toch niet met een schoentje? Bloemkool is altijd met een... papje. Maar rakkers, bloemkool met een papje is wel lekker, maar... weten jullie wat ik het lekkerste van de hele wereld vind? Wat er vanmorgen dampend op mijn ontbijtbordje stond, helemaal vers gedraaid. En de rook, die kwam er nog vanaf. Zo. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een abroodje aboe? Ja, Willem, dat vinden die kinderen vies. Is een broodje poep vies, ja, Harry? Ja, een broodje poep is vies. Mag ik dat niet zeggen? Nee. Nee. Ik schreef het niet. Rappapa. Rappapa, rappa, rappa, rappa. Domme ome Willem, altijd met je broodje poep. Jullie wonen in een huis, heb je ook de tafel thuis? Ja, staat er op die tafel dan een schoen waar jij mee varen kan? Dat bestaat niet. Dat bestaat niet, dat bestaat niet. Kan je met een schoen niet over de zee heen varen, rakkers? Nee, dat bestaat niet. Domme ome Willem, rapapa. Rappapa, rappa. Stom, ome. Willem altijd. Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer vandaag. Ome Willem stopt ermee. Ik knip, knap, knijp, koek. Ik ben lief, ik ben lief, doet 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 doet. En ik mag ook mijn schoentje zetten. Mijn schoen, jullie mogen ook je schoen altijd zetten, hè? Ja. Kijk, dit is mijn schoen. Hoe vinden jullie hem? Ah, zo mooi. Alleen, ik vind hem niet zo groot, niet zo groot. Maar ja. Hoe moet ik dat oplossen? Ik zal eens even iets bedenken. Wat zeg je, lieverd? Dan trek je je schoen uit een plasje daar in, knul. Hè, daar is een schoen nou zo handig voor. Nou, dan is daar wel een plas, geitenbrijster. Dan ga je daar maar heen, hè? Ja, daar is ze. Ik heb zo goed mijn best gedaan.
ben altijd naar mijn werk gegaan. En ik was nooit brutaal of zo. Dus nu wil ik een groot cadeau. O, Sinterklaas begrijpt me wel, dat ik een groot cadeau bestel. Maar voor de dingen die ik vroeg, is deze schoen niet groot genoeg. Een drol van marsepein zou nog wel passen in mijn schoenen, maar hij is veel te klein om er iets duurders in te doen. Ik wil een plank waar ik op surf, een echte olifant met slurf. Ik wil een flipperautomaat en ook een trein die rijden gaat. Ik wil een mooie dure drum, een walvis met aquarium, een grote pop die plast en boept, als dat maar in mijn schoentje vloekt. Een drol van marsepein zou nog wel passen in mijn schoen, maar hij is veel te klein om er iets duurders in te doen. Ik weet wat ome Willem gaat, naar schoenmakertje prikkeldraad, waar hij zich schoenen maken laat. Van een enorme grote maat. Een drol van marsepein zou nog wel passen in mijn schoenen, maar hij is veel te klein om er iets duurders in te doen. Een drol van marsepein zou nog wel passen in mijn schoenen, maar hij is veel te klein om er iets duurders in te doen. Zo, en nou ga ik er vandoor. Ik ga eens even kijken of ik niet een groter schoentje kan vinden, want zo kan ik naar de schoenmaker en dan ga ik zo'n grote schoen regelen, rakkers, want zo kan ik geen zaken doen met Sinterklaas. Voor de wind zwaait door de bomen. Jas aan. Zo. Auw. Au, 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 mevrouw. Ik heb zo'n pijn hier aan mijn voet. Bent u een lift, oma Willem? Een lift? Ja. Ik moet namelijk naar de schoenenwinkel toe. Die kant moet ik ook op. Oh, er zijn nog best goede mensen in deze wereld. Oniva, joepie, de... Poepie! Ja, kom maar, daar gaan we. Heng. Ja, rij je maar. Yo. Links af. Ja, goed zo. Heng. Joepie de poepie. Joepie de poepie. Hey, dag oma Willem. Wat kan ik voor u doen? Goedemiddag. Ik wou graag een paar schoenen hebben. Maar wel een grote. Maar had u een bepaald model in uw gedachten? Nee. Het maakt me niks uit geitenbreien als het maar grote schoenen zijn. Hele grote? Ja. Maar 43? Ja. Welke maat heeft u eigenlijk? Misschien 43, als het maar groot is. Ik zal het wat laten zien. Ogenblik, neem het even lekker plaats. Ja, heerlijk. Rakkers, ik ben heel benieuwd en ik ga een paar hele grote hebben. Dan komt er des te meer in mijn schoen. Kijk, oma Willem. Ja. Over grote schoenen gesproken. Ja. Kijk, dit is de normale maat. Oh ja. Nou, ik... Dus als ik het eerlijk mag zeggen, deze zijn... Dit is helemaal niks. Nee? Dat is allemaal veel te klein. Oké, oma Willem. Daar kan ik niet mee werken. En deze dan? Nee, ze ook allemaal veel te klein. Deze dan? Ja, nou, nee. Als ik nu eens hier heb met hem, dan kunnen we toch eens even aanpassen, eens kijken of de maat wel een beetje in de richting komt. Ja, goed. Ik wil het wel even proberen. Ik denk dat het niks wordt, hoor, rakkers dit. Zie je dat? Ja, dat gaat er wel strak in, hoor. Nee, dit is... U heeft wel gelijk, u heeft inderdaad een hele grote schoen. Ik zeg het toch, ik moet gewoon grote schoenen hebben. Deze moet... Ik wil deze maar... Oh, zal ik even helpen? Ga je mee? Ja, maar dat gaat ook... Oh, Valeska, help eens eventjes. Valeska, help nou even! Ja, doe maar! Ups! Oh, geitenbreien! Kijk nou toch eens! Oh, jongens, zo, nou. Dit is dus ook niks, hij is inderdaad een kleine, oma Willem. Ik zal even een grotere halen. Ogenblik. Ja, heel graag. Rakkers. Ik hoop dat ik nou een beetje een schoen krijg, want...
Ja, oma Willem, ik heb er hier eentje. Die zal u vast wel passen. Hoe vindt u die? Ja, nou, het is een leuk modelletje. Zal ik hier maar in? Ja, ik denk dat dit wel past. Ik zal even een schoen even erbij halen. Ja, heel graag hoor. Zo. Ja, zo. Zal ik even bij je teen voelen of die wel goed zit? Ja, eens even zien. Zit hij niet klem? Ik denk dat dit toch wel zal gaan hoor. Okay. Ja, nou, ik wou deze heel graag hebben. Ik denk dat deze heel goed is. Hoeveel is het? 200 gulden, oma Willem. 200 gulden. Fijn. Heel erg hartelijk bedankt. En joepie de... Poepie. Goed zo. Oude rakkers, dit wordt wat zeg. Joedoedoedoe, ziegens komt de stoomboot. Uit Spanje weer. Jantje. Jantje. Hier komen, je moet naar bed. Ja, mag ik nog eventjes opblijven, mama? Niks ervan, Jantje. Het is al veel te laat. Maar ik heb mijn schoen nog niet eens gezet. Nou, zet dan je schoen en schiet op. Oh, waar is mijn schoen nou weer? Is dan 9 uur. Oh, hier. Oh, ja, zo heb ik mijn schoen, hoor. Zo, die heb ik meer. Zo, Jantje. Wat zie ik? Ga jij je schoen zetten? Ja, papa. Nou, als je zoet bent geweest, doet Zwarte Piet er misschien wel iets in. Oh, en wat zal ik erin doen, pap? Nou, doe er maar een wortel in en wat hooi. Oh ja, een wortel voor het paard, hè? Een wortel? Een bakje water! Ja, en wat hooi. Ja, maar wie lust er nou een wortel? Nou, vooruit, Jantje. Schiet nou op met die wortel. Ja, maar een paard wil toch ook wel eens wat anders, Katerijn? Wie geeft er nou een wortel? Het paard van Sinterklaas krijgt altijd een wortel en wat hooi. Niet waar, kinderen? Ja. Nou, hey, kinderen. Daarom juist, wil een paard ook wel eens wat anders. Paarden, hè, die vinden sigaren heel lekker, hè, Jantje? Ja, sigaren, ja. Wat is dat nou weer voor onzin? Ja. Vinden paarden sigaren lekker, kinderen? Nee! Nou, ik zou me niet zo hard nee zeggen, want het is heus waar, hoor. Ik heb laatst een paard gezien, hè, en dat rookte zo'n dikke sigaar. Ja, dat zou je wel weer gedroomd hebben, Jan Klaassen. En kauwgom, hè, vinden ze ook heel lekker. En chocoladerepen. Ach, je neemt ons in de maling, Jan Klaassen. Nee hoor, het heb echt in de krant gestaan, Katrijn. Oh, nou ja, als het in de krant heeft gestaan, doe er dan maar een reep chocolade in, Jantje. Nou. Hier heb je een reep. Moet hij wel zijn tanden poetsen, papa? Ja, natuurlijk, Jantje. Hey, mijn paardentampen staan. Ja, nou. En nou naar bed, hè, Jantje, vooruit. Ja, trusten, papa. Trusten, Jantje. Zo. Kom maar, jongen, ja. Dan dek ik je even toe, hè. Nou heb ik lekker een chocoladereep, zeg. Die ga ik lekker helemaal opeten. Hé, waar is hij nou? Jongen, kinderen, die reep die zit ver weg, hoor. Oh, ik heb hem. Ha, ik heb hem zo. Is dat nou? Ik zit vast. Ik kan mijn hand er niet meer uit krijgen. Oh, help! Hey, kinderen, wat moet ik nou gaan doen? Niks. Ik ben zo ontzettend kwaad op Sinterklaas, want ik zet altijd mijn schoen. En ik krijg nooit wat ik hebben wil. Nooit. Misselijk. Ik ben boos. Boos op jou, Sinterklaas. Ik kijk jou de eerste tijd niet meer aan, Sinterklaas. Beste Sint, zet geen schoen. Beste Sint, je kan het me doen. Je paard krijgt van mij geen peen of stro. Want beste Sint zit namelijk zo. Ik hoef geen suikerbeest, geen plastic cadeautje. Dat is al vorig jaar geweest. Dat snoep, dat hele zootje. Geen schoen is groot genoeg voor wat ik wil krijgen. Voor wat ik vorig jaar al vroeg. Een crossfiets voor mijn eigen beste Sint. Zet geen schoen. Beste Sint, u kan het me doen. Je paard krijgt van mij geen peen of stro. Want beste Sint zit namelijk zo.
Als u die fiets nou eens gaf, dat moet u beloven. Want anders ga ik mooi voor straf niet meer in u geloven. Of ben ik nou erg slecht dat ik niets wil geven? Ik meende dat dan ook niet echt. Ik heb wat overdreven, beste Sint. Zet mijn schoen, beste Sint. Dat moet jij doen. Want dan alleen en dan alleen. Dan krijgt je paard een winterbeen. Is dat afgesproken, Sinterklaas? Zal ik gewoon in jou geloven? Wel, dat ik gewoon mijn eigen crossfiets krijg. Want ik heb al jaren gevraagd om een crossfiets, Sinterklaas. Wacht, rakkers. Ik ruik Teun, Toon en August aankomen. Wacht. Hey, jongens. Ja? Zullen we ze hier maar neerzetten? Oh ja. Zo. Zo, hè? Nee, aug. Aug. Nee, Teun, daar stond mijn schoen. Nee, ik was eerst zo. Dat was mijn plaats. Zo. Nou, hey, jongens, laten we nou zingen. Ja. Oh ja. Omari. Oh ja, Sinterklaas kapoentje. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank je Sinterklaasje, Sinterklaasje, bomme, bomme, bomme. Gooi wat zullen ze jaloers zijn straks als ik met mijn schoen kom? Hallo. Radio, ome Willem. Aantoon en August. Zie je neergezet. Hey, ome Willem, kijk eens. Ja. We hebben onze schoen gezet. Ja, en jullie waren ook al mooi aan het zingen. En denken jullie dat Zwarte Piet er wat in zal doen? Ja. Maar zijn jullie dan ook wel een beetje lief geweest dit jaar? Wat denken jullie? Ja. Nou, ja. Wat denken jullie? Wat denken jullie van Teun, Toon en August? Wel. En mag ik even wat vragen aan de kinderen, Toon? Rakkers, ben ik lief geweest? Nee! Je hoort het. Nou, en omdat ik ook heel erg lief ben geweest, mag ik ook gewoon mijn schoen zetten, hoor. Ja. Je gelooft toch niet meer in Sinterklaas, ome Willem? Teun, wat zijn dit voor opmerkingen? Dat wens ik hier, bij de film van ome Willem, dat soort woorden zeker niet te horen. Nou, en daarbij... Altijd zo, vooral in deze tijd, geloof ik er altijd ontzettend in. En daarom zet ik nu ook mijn schoen. Kijk nou! Anno 1985, Sinterklaas. Maar ome Willem, dat is niet eerlijk, hoor. Wat dan? U zo'n enorme schoen en wij zo'n gewoon klein schoentje. Dat is niet eerlijk. Ja, maar dat komt omdat ik ook zo'n enorme lieve ome Willem ben. Ik ben ook veel groter dan jullie, dus ik krijg gewoon ook meer cadeautjes. Ja. Je bent helemaal niet enorm lief. Nee. Niet. Nee. Ja hoor. En ome Willem. Wat? Zal ik u eens wat zeggen? Ja. Zeg eens wat. U hebt helemaal niet van die grote voeten. Nee. Laat maar wat eens nou? Kijken. Hier, zo. Moet je kijken. Nou, wat? Zo. Ja. Nou, in ieder geval is het zo. Ik zou, als ik jullie was, nu maar gauw naar bed gaan. Want anders komt Zwarte Piet misschien niet eens meer. Zo, ga maar naar boven, rakkers. Gaan we naar bed, Teun? Ja, naar bedje. Ja. Jongens, tanden poetsen onder de bol, hè? Geen kattenwasje, hè? Kinderen, wat zijn jullie mooi. Ja. Luister. Ben jij een echte Piet? Sst, anders worden ze wakker. Is dit het huis van ome Willem? Ja. Ja. Sst. Dat komt er mooi uit. Ik moet de maat opnemen of de schoorsteen wel groot genoeg is. Hebben ze hun schoenen al gezet? Ja. Waar?
mooi uit. Want dan weet ik of ik de grote zak met cadeautjes of de kleine zak met cadeautjes moet meenemen. Van wie is die grote schoen? Van ome Willem. Van ome Willem. Wat is dat toch een knoepert, hè? Nee. Nou, dan moet ome Willem... Dan moet ome Willem wel heel erg lief zijn geweest dit jaar. Oh, hier gaan heel veel cadeautjes in, kinderen. Hè? Ja, nou, is lief geweest. Eventjes de schoenen tellen, wacht even. 1, 2, 3, 4. Een heel klein schoentje. Help, help. Een schoentje dat praat. Nee. Oh. Hey. Wat? Wat is dat voor schoentje? Krijgen we nou? Zwarte Piet. Oh, goeiedag, Zwarte Piet. Zo. Klaassen. Is dat schoentje van jou, Jan Klaas? Nee, dat is van Jantje. Maar ik kan er niet uitkomen. Het zit vast. Kan je me niet helpen, Piet? Ja, ik zal even trekken. 1, 2, 3. Zo. En Jan Klaas, hoe kwam dat kleine schoentje van kleine Jantje aan jouw hand? Oh, dat weet ik niet. Dat ben ik vergeten. Ja, ik had het al begrepen. Nou, Jan Klaassen, zal ik er een cadeautje in doen voor kleine Jantje? Oh, dat zou hij heel erg leuk vinden, hoor. Juist. Kijk eens, een mooi cadeautje. Kleine Jantje. Ja. Zo. Ja. Hou maar vast. Ja, ik heb het. Zal ik hem meteen naar zijn kamertje brengen, Piet? Ja, en rechtstreeks graag, Jan Klaassen. Ja, dankjewel, hoor. Hartstikke bedankt, Piet. Goed zo. En hey, dag kinderen. Dag, Piet. Zo. Nou, lieve kinderen, ik ga nu even de zak halen. Zwarte Piet, daar zit iemand onder. Hij moet even de zak halen. Ja? Ja. En hij gaat cadeautjes halen. Ja! Jullie mogen niet klikken, rakkers. Is dat zo? Ja! Aha. Wacht eens. Weet je wat ik doe? Daar komt hij! Oh, als hij eraan komt, weet je wat ik dan doe? Dan neem ik gewoon de schoenen van Teun, Toon en August mee. Dan krijg ik gewoon alles in mijn schoenen. Dan krijg ik al... Ja, jongens! Dan ben ik toch vergeten hoeveel schoenen er stonden. 1. Dat wordt dan de kleine zak. Kijk nou. Onze schoenen. Maar hoe kan dat nou? Zijn gestolen. Oh, wie heeft dat gedaan, kinderen? Dat is gemeen, zeg hij. Oh, we moeten ome Willem te pakken nemen. Ja, we zullen hem leren. Ja. Weet je wat we doen? Weet je wat we doen? We stoppen hem hartstikke vol met modder. Ja! Nee, met lijm. Oh, ja. Hoi. Hé. Wat doen jullie hier? Jullie horen al lang in bed te liggen. Zwarte Piet. Wat krijgen we nou als alle kindertjes maar de hele avond opleven? Ja, maar Zwarte Piet. Zwarte Piet. Moet je horen? Ja. Weet u wat er gebeurd is? Nou? Ome Willem heeft onze schoenen weggehaald. Nee. Ja. Ja. Nou, ze vragen het aan ze. Is dat zo, kinderen? Nee. Ja. Ja, daarnet stonden ze er nog en nou zijn ze weg. Eerlijk zijn, kinderen. Heeft ome Willem de 3 schoentjes meegenomen, ja of nee? Huh? Heeft hij ze echt weggehaald? Zapper de flap. Karambissimo.
Zo. Nou, weet je wat? Het is ieder jaar ook weer hetzelfde met die ome Willem, hè? Weet je wat we doen, kinderen? Geven. Luister. Ja? Ik heb een plannetje. Ja. Moet je goed luisteren. Als we nou deze zon helemaal vol doen met cadeautjes. Niet zo hard hoor. En dan moet ze in de kou. Met een touwtje. Oh, juist. Een touwtje. En in de zak. Ja. Ja. Oh, ho, ho, ho. Ja. Haal ik even de touwtje. Haal het touwtje maar vast, ja. Goed. Zo. Ja. Ik heb een touwtje. Ja. Maak het er maar aan de achterkant aan vast. Ja, aan de voorkant. Voorkant mag ook, ja. Zo, nou zullen we eens eventjes zien, kinderen. Of ome Willem nog zo ondeugend is om zo'n grote oceaanstomer te nemen. Zetten we hem zo neer, hè? Zo? Zo, ja. Touwtje. Goed. En de ruime kant ook. De en dan moeten jullie je verstoppen. Ja, hier onder de tafel. Onder de tafel. Jullie moeten stil zijn. Sst. Ga maar op. En goed opletten. Let op. Ik ga dingen zeggen. Sst. Stil. Ik ga hem ook verstoppen. Allemaal cadeautjes in. Vooral. Ik ga er eens even eentje pakken. Hé. Hey. Nou pak ik er echt een, hoor. Hé. Hey. Wat krijgen we nou? Maar nou pak ik hem echt. Nou pak ik. Hé. Hey. Ah, nou heet dat wel. Dan ga je de zak in. Jazeker. Dan ga je de zak in. De zak in. Ja, je bent erbij. Je bent erbij, hoor. Moet dat nou echt? Ja, dat moet echt. En die cadeautjes zijn voor alle kinderen. Hier, maar moet ik mee naar Spanje? Ja, ja, je gaat zeker mee naar Spanje. Lekker peu, lieve rakkers. Hier zullen wegen van ons ontscheiden. Geen ome Willem meer dit jaar. Ik ga spelen. Spanje, de Spaanse kinderen. En het is mooi weer. Allee. Oh, vaarwel. Maar eerst nog tot besluit, rakkers. Een afscheid. Is toch eigen schuld? Ja. Deze vuist op deze. Dag kinderen. Ik hoop dat jullie mij niet zullen vergeten. Ik hoop dat jullie eens een kaartje schrijven naar ome Willem, Spanje. Maar eerst tot slot de geitenbreiers uit het orkest. Nog eenmaal. Sinterklaas. Harry Babink. En dan de papjes geitenbreier. Er is geen bloemkool in Spanje. En dan de grote grijze geitenbreier, Harry Moten. En dan hebben wij hier Piekenassen. En dan hebben wij hier Maartstaartjes tot ziens Stoom. Tot betere tijden, jongen. Het is leuk geweest. Allee! En dan hebben we hier Teuntje Jennifer Willems. Piet, doe jij wat in de schoen van Frits Lambrechts? Lieve rakkers, Edwin Rutten, de film van ome Willem. My doopie, de doopie! Het is een vast. Met deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Hey, joepie, daar! Oei! Zeg, rakkers, als jullie maar met mij meegaan naar de spierengevechten in Spanje, dan komen jullie allemaal gezellig over bij mij.